politie Haaglanden heeft 27 jaar geleden een tweede verdachte in de zaak Ina Post laten lopen. Het ging ook om een huishoudelijke hulp die bij een andere bejaarde over de vloer kwam, die eveneens onder verdachte omstandigheden overleed. Maar na de bekentenis van Post is er niet meer gezocht naar de vrouw. De zaken zijn inmiddels verjaard. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar de problemen bij het Haga ziekenhuis. Op de afdeling cardiologie zouden opvallend veel mensen zijn overleden. Het ziekenhuis spreekt dat tegen en zegt dat de patiëntveiligheid nooit in het geding is geweest. Maar verschillende patiënten en hun familie betwijfelen dat. Duinrell is in 2012 het meest bezochte park in de regio. Zo'n 1,4 miljoen mensen bezochten het park. De Uithof trok 1 miljoen bezoekers, een kwart meer dan in 2011. Ook Maduro Dam mocht veel meer mensen verwelkomen. Het park werd voor zo'n 8 miljoen euro verbouwd. Dit zorgde ervoor dat er veel meer bezoekers naar de miniatuurstad kwamen.